Goedendag. De maand april zit er vrijwel op en dat betekent dat de nieuwe 30-daagse helemaal over de maand mei gaat. Wat gaat mei ons brengen? Ja, laten we eerst toch nog eventjes naar april gaan terugkijken. Die maand die zit er bijna op. En die maand verliep zeer zonnig, maar wel iets te nat en iets te koud. En die neerslag viel vooral in het begin van de maand. En waarschijnlijk kunt u zich nog wel herinneren, 1 april lag er op veel plaatsen gewoon een paar centimeter sneeuw. Wat verder opvalt zijn de zonuren. Er was heel veel zon deze maand. 233 zonuren zijn er inmiddels gemeten tegen normaal 196. En de temperatuur, ja, die bleef iets achter. En dat had natuurlijk alles te maken met die vaak noordelijke stroming waar we mee werden geconfronteerd. En begin mei zal niet veel anders verlopen. Dit zijn de weerkaarten voor maandag. Ochtend. En dan zien we nog steeds die noordelijke stroming over Nederland. Dat betekent dat we mei toch ook wel wat aan de frisse kant gaan beginnen. In de loop van de week, langzaam maar zeker, wat meer westelijke stroming. Dat betekent ook dat er misschien wel een enkel buitje gaat vallen. Zeker niet uitgesloten. Het gaat niet hard waaien of zo, maar er gaat langzaam maar zeker wel iets veranderen. En dat zien we ook terug in de trendkaarten die ik u ga laten zien. Eerst maar eens die luchtdrukafwijking. Nou, dat past in het beeld van de weerkaarten die ik u net ook gaf. Nog steeds een afwijking van hoge druk boven de oceaan. De druk is daar wat hoger dan gebruikelijk. En over het algemeen betekent dat dus een meer noordelijke stroming. En dat is ook gaande komende week. Betekent ook dat de temperatuur wat achter zal blijven. En we zien ook de blauwe tinten boven Nederland. Dat betekent een iets kouder weerbeeld dan gebruikelijk overdag. Maxima 14, 15 graden in de eerste helft van de week. En dat is echt wel een tikkeltje te fris. Maar dat gaat dus wel veranderen, want de luchtdrukafwijking die gaat zich anders manifesteren. We zien namelijk in de week van 9 mei tot 16 mei... dat de luchtdrukafwijking voor hoge druk wat meer boven Centraal-Europa komt te liggen. En daardoor kan de stroming wat meer zuidelijk gaan worden of meer westelijk. En het ziet eruit dat we inderdaad wat meer naar die zuidweststroming gaan. En dat betekent over het algemeen wat zachtere lucht. En de temperatuurafwijking laat het ook zien. De week van 9 tot en met 16 mei, die moet iets warmer gaan verlopen. Grote kans dat we dan weer eens boven de 20 graden gaan uitkomen. En misschien dat er zelfs wel een enkele zomerse dag tussen gaat zitten. Dat is allemaal mogelijk in de tweede helft van mei. De luchtdrukafwijking dan voor de week daarna, 16 mei tot en met 23 mei. En dan ziet u het al, eigenlijk geen afwijking van betekenis in het grootste deel van Europa. Wel wat hoge druk boven het zuidoosten van Europa, maar daar hebben we niet zoveel mee te maken. En dit betekent dat je dan toch over het algemeen een stroming gaat krijgen die gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar. En dan moeten we toch aan een zuidwestelijke stroming gaan denken. Met andere woorden, de aangevoerde lucht die zal nog wel iets zachter zijn. En dan gaan we naar de neerslag kijken. En die neerslagkaarten die ik hier laat zien, dat zijn de klimaatkaarten voor de periode 1981-2010. Dat is de linkerkaart. En de periode 1991-2020. En dat zijn neerslagkaarten voor de maand mei. Wat valt er gemiddeld in de maand mei? Wat opvalt is dat in die laatste klimatologische periode, de periode die we nu gebruiken, het wat droger is geworden in mei. Want lag de neerslag in het eerste instantie zo tussen 50 en 70 millimeter. Nu is dat over het algemeen zo'n 50, 60 millimeter in het grootste deel van het land. Er valt dus sowieso niet heel veel neerslag in mei. Maar het is wel een maand dat er bijvoorbeeld al stevige onweersbuien tot ontwikkeling kunnen gaan komen. En dat zou ook best deze maand mei kunnen gaan gebeuren. Aan het eind van de maand, als het allemaal wat warmer gaat worden, dan kan die neerslag best wel gaan vallen. Maar die heeft natuurlijk wel een zeer lokaal karakter. De neerslagafwijking in ieder geval voor 2 mei tot en met 9 mei, die is duidelijk. Het is droger dan gebruikelijk. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de invloed van het hoge drukgebied dat nog steeds in onze buurt aanwezig is. Er kan best een buitje vallen, maar dat zijn lichte buien. De zwaardere buien, als die gaan vallen, zal toch echt wel bij de hogere temperaturen zijn die we later in mei gaan krijgen. Dit is de neerslagafwijking 23 mei tot en met 30 mei. Nou, dan zien we eigenlijk dat Nederland helemaal wit is gekleurd. Dat betekent geen afwijking van betekenis. En moeten we rekening houden met een weerpatroon zoals dat gebruikelijk is voor deze periode. Er kunnen best wel mooie warme dagen zijn met soms dus ook zo'n stevige onweersbui aan het eind van de dag. Is zeker niet uitgesloten. Als we dan de boel even gaan samenvatten, dan kunnen we van mei zeggen dat het start iets koeler en droog.
Want zo ziet het nou wel uit met die hoge drukinvloed. Maar dat we langzaam maar zeker wel een overgang zien naar een warme weerbeeld, waarbij het gebruikelijke stromingspatroon, een zuidwestelijke stroming, dominant gaat worden. Nog een fijne dag.